buiten de eigen partij te daten. Begrijpelijk, zegt matchmaker Katie. Zij helpt rijke, vaak conservatieve mannen aan de vrouw. I think it's really about core values of someone. I mean, which is a combination of your political beliefs. I do believe that people should be dating someone who is in their tribe. Dat helpt een duurzame relatie in een verdeeld land, zeker met een controversiële presidentskandidaat als Trump, zeggen ook Katie's klanten. If they're a Trumper, I want nothing to do with them, or I only want to date Trumpers. It's very clear that that is. En toch, linkse en rechtse vrijgezellen zullen elkaar vaker naar rechts moeten swipen voor een date.